Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Twingo 1.2 16V 75 pk met een quickshift automaat in de uitvoering dynamiek. De kleur van de auto is noir nacré, zwart metallic en de auto is van maart 2011. Deze auto heeft onder andere mistlampen in de voorbumper. Hier de minimale bagageruimte van de auto. De achterstoelen staan nu zo ver mogelijk naar achteren voor zoveel mogelijk beenruimte achterin. Die staan nu echt in een stand dat je voor volwassenen fatsoenlijke beenruimte hebt. Het zijn twee aparte verstellenstoelen, dus die kunnen allebei in de lengte versteld worden. Dus op deze manier is al behoorlijk wat meer ruimte te creëren achter in de bagageruimte. De stoelen kunnen ook de rugleuningen van neergeklapt worden en die kunnen in zijn geheel nog een keer naar voren geklapt worden. Dus op die manier kun je heel veel bagageruimte maken. Hier onder de mat dan een volwaardig reservewiel. Doordat de voorstoel behoorlijk ver naar voren schuift, heb je dus een royale instap naar achteren toe. Achterin dus twee aparte verstellen achterstoelen. Alle twee met driepuntsgordels en ook alle twee met een hoofdsteun. Die stoelen zijn dus onafhankelijk te verstellen. Dus je kan één stoel bijvoorbeeld wat naar voren halen en eventueel de rugleuning dan iets achterover. Dan zit je dus iets meer met je rug naar achter in die stoelen. Als je de voorstoel weer terugklapt, komt hij gewoon weer in de oude stand uit. De beide voorstoelen hebben ook zij-airbags. In het bestuurdersportier dan de bediening van de twee elektrische ramen. Spiegelverstelling, hier kun je zowel de linker als de rechter buitenspiegel mee verstellen. Hier op het dashboard, koplamp hoogteregeling, regelbare dashboardverlichting en de hoofdschakelaar voor de cruise control of de snelheidsbegrenzer. Met die schakelaar op het dashboard selecteer je dus of je de cruise control of de snelheidsbegrenzer wil gebruiken. Met deze schakelaar stel je de snelheid in, dus harder, zachter. Hiermee schakel je de cruise control of de begrenzer uit en met R pak je de oude snelheid weer op. Als we dan door het stuur heen kijken, een toerenteller. Die zit daar. Links naast het stuur overigens ook nog het verlichtingshendel. Deze zijn van de normale lampen en hier de mistlampen. En de klakson die zit hier aan het uiteinde. Aan de andere kant naast het stuur dan de ruitenwisserbediening. Helemaal naar boven zijn de ruitenwissers uit. De eerste stand vanaf boven is de intervalstand. Dan kun je hiermee de pauze tussen de intervallen regelen. En daaronder de continu standen. En hier de achterwisser en doordraaien is achter sproeien. Hier aan het uiteinde zit dan nog een knopje. Van de ruitenwisserhendel. Dat heeft te maken met het display van de auto. Hier hebben we het dashboard van de auto. Die zit onder een afdakje. Dus als er zonder pal op staat, zoals nu, dan is die nog goed af te lezen. Omdat het mooi in de schaduw zit daar. Heel groot digitaal dus de snelheid. Dat is nu 0. Daar de totaalstand van de auto. Als ik op dit knopje dus druk, dan ga ik die totaalstand veranderen in de dagteller. In het aantal kilometers die ik nog kan rijden tot de onderhoudsbeurt. En hier zijn we weer terug bij de dagteller. Verder hier rechts naast het stuur dus nog de radiobediening. Dat is deze. Je kan hier met de handen aan het stuur met de vingertoppen onder andere volume van de radio regelen. Dit zijn de source knoppen, dus FM, middengolf, lange golf, CD. De onderste knop is voor de radiobediening. De diverse radiomogelijkheden bedien je ermee. En aan de achterkant zit er een draaiknop voor de voorkeurzenders. Radio display zit ook boven in het dashboard.
Dus hier hadden we het display van de auto. Dit is voornamelijk radioinformatie met bovenaan ook nog de klok en de buitentemperatuur. Alarmknipperlichten, centrale portiervergrendeling. Als we dan verder naar beneden kijken, hebben we hier de bediening van de ventilatie. Dus hier regelt de luchtstroom mee, de aanjager, airco, van aan en uit. En dit is de temperatuurregeling. Er zit hieronder nog de knop voor de recirculatiestand om de tank af te sluiten. Daaronder de radio zelf. Radio CD-speler. Hij heeft ook een auxiliary ingang. Die zit hieronder achter een klepje verstopt. Dat zijn van die aansluitingen voor van die tulpstekkertjes. Daar kun je dus een extern muziekspelertje mee aansluiten. Hier eventueel nog een extra 12 volt aansluiting. En hier nog iets heel belangrijks. Het selectiehendel van de automatische versnellingsbak. Het is dus een quick shift automaat met een mooi woord. Dat betekent dat het een gerobotiseerde handbak is. Dat wil zeggen, technisch is het in grote lijnen gewoon een normale handgeschakelde versnellingsbak. 5 versnellingen. Hij heeft het brandstofverbruik ook gewoon van een schakelbak. Dus niet van een automaat die meestal meer brandstof verbruikt. Maar je rijdt hem verder als een automaat. Ik heb gewoon, zoals het bij een automaat hoort, 2 pedalen. Dus gewoon rem en gas. Geen koppeling. Hij staat nu neutraal. Dat is aan het innetje naast de snelheid te zien. Neutraal en de A staat geselecteerd. Dat betekent dat als ik hem in het drive zet, dat hij automatisch schakelt. Als ik het hendel nu één keer naar voren tik, dan komt daar een eentje te staan. En als we nu wegrijden, dan gaan we gewoon, gaat hij verder automatisch schakelen. Dus de eerste, tweede, derde versnelling regelt hij gewoon allemaal zelf. Ik hoef alleen maar gas te geven en te remmen. Als ik hem naar rechts en naar onderen doe, dan gaat hij naar de R-stand. Reverse, dus de achteruit. Zo schakel je hem in achteruit. Alleen een tikje naar rechts schakel hem in de neutraal. En doe ik hem naar links, dan kun je schakelen tussen de A- en de M-stand. Oftewel de automatische stand, dat hij dus op een volautomaat rijdt. Of de manuele stand. Als ik hem in die manuele stand zet, dan staat daar alleen maar een 1. En door de pook een keer naar voren te duwen, gaat hij dan naar de tweede versnelling. En door hem naar beneden te drukken, dus min schakelt die versnelling terug, plus schakelt die versnelling op. Dat kan dus allemaal handmatig. Dat wordt vooral gebruikt in de bergen om af te kunnen remmen op de motor. Het handigste is natuurlijk nog een keer drukken naar de A-stand, de automaatstand. Dan regelt hij alles helemaal zelf. Nou, dan hebben we aan die kant nog het dashboardkastje waar de boekjes van de auto in liggen. Hier de boekjes van de auto en de 2 sleutels. Het zijn 2 voorwaardige sleutels, allebei met afstandsbediening. Deze auto is nieuw geleverd en onderhouden door Renault Dealer Segering Wolbers hier in Apeldoorn. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website en graag tot ziens bij Garage Bakker.